Er breken beslissende tijden aan in Den Haag, ja. En nu is maar de vraag, wat gaat Geert Wilders doen? Ja, want trekt hij inderdaad die stekker eruit? Gaat hij stoppen met dit kabinet? Ja of nee? Dus ineens zag ik hem staan in het casino. Ja, en ja, want ik denk, gaat Geert gokken? Gaat hij het risico nemen om er een einde aan te maken? Want dat is het, een enorm risico. Dus ik zag hem daar staan in dat casino. En dan stond hij met de fiches in zijn hand. En hij stond maar te twijfelen. En hij zag zwart. Want hij zou zwart of rood spelen. En hij zag zwart. Hij denkt, ja, ik kan het allemaal opleggen. En stel dat ik win. Hè, met nieuwe verkiezingen. Stel dat hij dan wint. En dan? En wat gebeurt er dan? Krijgt hij dan dezelfde partijen mee die nu ook met hem zijn meegegaan? Of zeggen partijen dan van, nou, dit is al de tweede keer dat je de boel om zeep hebt geholpen. En het was te veel gedoe. We hebben hier geen zin meer in, Geert. Ja, en dan krijgt hij bijvoorbeeld de VVD niet meer mee en noem het allemaal maar op. En dan krijgt hij dan überhaupt nog een kans om weer te regeren of niet? Of staat hij dan aan de zijlijn? En nu kan hij eigenlijk zijn programmaatje proberen een beetje door te duwen. Ja, zo stond hij maar. En hij zag aan de andere kant rood, daar in het casino. En toen zag hij daar in één keer, ja, rood. En zag hij daar die Timmermans ineens opdagen. Hij denkt, oh god, stel die Timmermans het zou gaan redden. En die gaat daar dan met D66. En die krijgt misschien wel CDA mee. En misschien ook nog die VVD, weet jij veel. Ja. En dan zou die dus Timmermans in één keer, hup, op het schild tillen. Oh, en zo stond hij maar. Ja. Ja, en dan vragen jullie natuurlijk aan mij. Ja, wat heeft hij dan gedaan dan? Hoe is dat afgelopen daar met Geert in het casino? Hij heeft niet ingezet. Nee. Geert stopte de fiches terug in zijn zak. Hij ging het casino uit. Hij durfde niet te gokken.